Op maandagavond 3 september is er een informatieavond geweest over de Willem de Zwijger kazerne. Bij mij staat de heer Frans Suikerbuik, adviseur van huisvesting van de gemeente Berg op Zoom. U heeft een lange reis moeten maken om hier te komen, maar u heeft een zegje gedaan. Kunt u nog in het kort zeggen wat u eigenlijk verteld heeft? Inderdaad, dat doe ik graag. Huisvesting arbeidsmigranten is een belangrijk vraagstuk voor vele gemeenten in ons land. Zoals veel mensen weten is er een behoorlijke toeloop van arbeidsmigranten de afgelopen jaren. En het is belangrijk om hier een goed antwoord op te hebben. Berg op Zoom maakt daar een duidelijke keuze in. We hebben een joblodge als nieuwe huisvestingsvorm bedacht. Een kleinschalige huisvestingsvorm waarbij zo'n 20 à 30 arbeidsmigranten onderdak krijgen. Die tevens een gemeenschappelijke ruimte hebben voor ontmoeting, dagverblijf, ontspanning. Waarbij een goed beheer wordt uitgeoefend door de uitzendorganisatie. Zodat het niet onnodig nadelige effecten hoeft te geven voor de omgeving. We hebben inmiddels een jaar ervaring met de eerste joblodges in Bergen op Zoom. Die zijn zeer goed. Zowel de arbeidsmigrant, het uitzendbureau als de omgeving is tevreden, zeg maar, hoe daar de huisvesting functioneert. En gemeente Bergen op Zoom heeft de bedoeling om dus meer van deze joblotjes te gaan realiseren. Zowel in de bestaande bouw als in de nieuwbouw. Hoe bent u eigenlijk op die gedachte gekomen om dat te gaan doen? Het is zo dat wij in Bergen op Zoom geconfronteerd werden met huisvestingssituaties die erbarmelijk waren. Waar grote groepen mensen in te kleine panden zaten, waar sprake was van overbewoning. En het college van Bergen op Zoom duidelijk strenger beleid wilde gaan voor kwaliteit. Maar ook duidelijk kijken wat de arbeidsmigrant zoekt en wat het uitzendbureau zoekt. En met onze nieuwe huisvestingsvorm sluiten wij daar duidelijk bij aan. De arbeidsmigrant die hier tijdelijk verblijft, heeft een voorkeur om in kleine groepen te leven, te wonen. En die accommodaties moeten daar geschikt voor zijn. Ja, en betekent dan ook dat ze gewoon tussen de gewone normale Nederlandse bevolking wonen? Zijn het gewone huizen? Zijn het speciale op de groei gekochte huizen? Heeft u daar een klein voorbeeld van? De tijdelijke verblijvers zien we dus graag in die accommodaties die wij het joblodge noemen. Die zijn het beste te situeren in straten met gemengde bestemmingen, waar al bedrijvigheid zit. Liever niet in pure woonstraten. De vestigers, arbeidsmigranten die hier definitief vestigen in Nederland of in onze gemeente, die gaan uiteraard naar normale reguliere woningen. Maar het gaat met name om de grootste groep tijdelijke verblijvers die als groep willen wonen, die vaak in pure woonstraten toch hinder of overlast geven met betrekking tot overbewoning, geluidhinder, parkeren, hygiëne, vervuiling van achtererven. Dus dit sluit beter aan, zeg maar, voor de tijdelijke verblijvers wat hun zoeken. En dat lokaliseren wij graag wel in de bebouwde kom, maar dan in straten met die gemengde bestemmingen, met die bedrijvigheid. Ja. U gaat voor kwaliteit. Wat houdt het voor u in, kwaliteit? Kwaliteit is dat de accommodaties sowieso voldoen aan de eisen nieuwbouw die in het bouwbesluit geldt. Weliswaar mogen dit sober doelmatige accommodaties zijn, maar ze hebben voldoende afmetingen, ze hebben voldoende voorzieningen. Denk aan de douchegelegenheid, toiletgelegenheid, keuken, de container, afval is goed georganiseerd, buitenruimte, het parkeren. Eigenlijk alles om juist te borgen dat niet onnodig hinder en overlast ontstaat in de omgeving. Ja. Nou heeft u dat allemaal goed voor elkaar, maar wat vindt de bevolking er zelf van? De bevolking is wat bevreesd als er initiatieven worden ontwikkeld in hun directe omgeving, in hun straat. En dat is aanleiding voor het gemeentebestuur om voorafgaande aan medewerking te verlenen aan een initiatief, eerst in contact te gaan met de bewoners van de straat. Dus wij nodigen de bewoners van de straat vooruitlopend op de ontwikkeling van het initiatief uit om de joblots toe te lichten en eigenlijk ook de mensen als het ware gerust te stellen dat hier een huisvestingsvorm wordt gecreëerd die niet de overlast veroorzaakt zoals we helaas nog te vaak zien. Ja. En dan zeggen ze, nou dat heeft u mooi gesproken, maar we willen het eerst zien en dan pas geloven. Of is die stelling niet waar? Dat klopt, dus men is behoorlijk beducht. Inmiddels kunnen we dus spreken over dat een jaar ervaring is met de eerste joblots in Bergen op Zoom. Die goed functioneert, waar de arbeidsmigrant zeer tevreden is, de uitzendorganisatie in de nopjes, maar ook er contact is met de omwonenden. Het is contact met de buurtbewoners. Dus we zien dit nu goed functioneren. We hebben dat een jaar gemonitord. En dat sterkt eigenlijk het gemeentebestuur eigenlijk om deze weg verder te gaan. Ja. Wat kost het de gemeente zelf? De gemeente hoeft
De gemeente gaat dus niet zelf investeren. De investeringen vinden plaats door projectontwikkelaars of een woningcorporatie, een beleggingsmaatschappij. Wat de gemeente wel doet is een regiefunctie vervullen en faciliteren. Ze brengt partijen bij elkaar, ze heeft een duidelijk beleid, ze wijzigt een bestemmingsplan en bevordert zeg maar dat deze accommodaties van de grond komen. Ja. Als u zegt projectontwikkelaars en andere mensen die eigenlijk toch wel geld investeren erin, dan denk ik dat dat zijn altijd mensen die het onderste uit de kan willen halen. Betalen die mensen dan zoveel huur of hebben ze een andere voorkeur van huurinkomsten? Nee, in wezen is de huur afgestemd op de bestaande huurniveau die nu geldt. Minimaal 60 euro per week per persoon. En dat is eigenlijk ook toereikend om deze accommodaties tot stand te brengen. Dat is 60 euro per week per persoon, inclusief gas, water, licht. Dat klopt. Dus zou je kijken naar kale huur, dan gaan deze accommodaties ongeveer 45 euro kosten die. Maar met de gas, water en licht erbij, is ongeveer 15 euro, komt er dan bij samen per week. Praat je over 60 euro, waarbij deze accommodaties dus realiseerbaar zijn. Ja, en nou heb ik u tijdens de avond ook een betoog gehoord dat er een beheerder op komt te zitten dan. Dat er dus een beheerder is die dus alles een beetje in de gaten houdt. Inderdaad, het uitzendbureau zorgt voor een goed beheer en een eigen toezicht. Hun noemen dat vaak jobcoach. En het moet zo zien dat bij meerdere accommodaties dan bijvoorbeeld één jobcoach wordt aangesteld om die accommodaties in goede banen te leiden. Het is wel van belang inderdaad dat dat toezicht er is. Dat er gewoon duidelijke huisregels zijn die ook gehandhaafd worden. Omdat het de praktijk is dat het anders toch wat uit de hand kan lopen, zeg maar. Is het ook een soort bemiddelaar voor de buurt en de huurder? Ja, als er klachten zijn in de omgeving zal eerst contact worden gelegd met de jobcoach. En vervolgens wordt het niet opgelost, dan gaat er een doormelding naar de gemeente. Waar dan ook een aanspreekpunt is. Dus we proberen daar gewoon kort op te zetten. Maar het blijkt, zeker de jobcoach die nu functioneert, dat het niet zo ver hoeft te komen. Men lost het gewoon intern op. Ja. U bent een jaar bezig, zegt u. Eigenlijk smaakt het gewoon een meer, want u gaat ermee door. Het was eerst waarschijnlijk denk ik een proef. Maar die proef wordt voorgezet in een vaste vorm. Dat klopt. De proef geeft nu zo'n goed resultaat. We hebben het afgelopen jaar gemonitord dat het college, het gemeentebestuur is gesterkt in de opvatting dat dit het betere antwoord op het vraagstuk kan zijn. En vooralsnog kiest het college niet voor grootschalige locaties, omdat het toch op te veel afstand staat van de samenleving. En juist die kleinschaligheid een bijdrage geeft voor het participeren van de arbeidsmigrant en het integreren in de samenleving. Ja, en als u zo de avond heeft gehoord in Wezep, Oldebroek, wat adviseert u de gemeente Oldebroek dan? Uiteraard is elke gemeente vrij om de planologische keuze... Ja, adviseren, hè? Dus geen vaste plan opleggen. Nee. Maar in deze zou dit ook een goede vorm kunnen zijn voor gemeente Oldebroek. Ook voor de kernen, waaronder Wezep. Ook in deze gemeente zijn panden die of leeg staan of te koop staan, die een nieuwe functie zou moeten hebben, die te transformeren zijn naar deze nieuwe huisvestingsvorm. En die op goede locaties zijn gelegen, waar parkeren kan worden georganiseerd, et cetera. Goed, voor ons is nog een mooie schone taak weggelegd. En eventueel kan Johan u dus altijd nog als adviseur gebruiken. Wij delen graag onze visie en ons beleid met andere gemeenten. Het college schermt dat uiteraard niet af. Daar waar gemeenten hier een voordeel mee kunnen doen, moeten ze zeker doen. Sterker nog, wij hebben onze presentatie staan op diverse sites. Waaronder die van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Flexwonen Arbeidsmigranten. Dus wat dat betreft proberen wij ook de visie en het beleid dat we hebben te delen. En dat ook anderen daar profijt van kunnen hebben. Goed, in ieder geval bedankt voor de inlichtingen. Ik wens u een hele goede, goede reis toe naar huis. En misschien zien we elkaar nog wel eens een keer hier in Wezep. Wellicht, dank u wel ook. Okay. Bedankt. Johan, je staat bij me als initiator van deze avond, informatieavond op de maandagavond. Je hebt drie gasten uitgenodigd. Kun je even in het kort vertellen wat die drie gasten bij ons in Wezep kwamen doen? De eerste gast was Frank Oosterboer. Frank weet heel veel van het kazernecomplex. Hij is oud-militair. En voor hem is het behoud en een goed gebruik van militaire kazernes heel erg belangrijk. Hij heeft ook zijn eigen ontwikkeling daarin. De tweede was Alberto Kerkhoff, zijn architect. Ook een oud-militair, maar heeft daarna gewerkt bij de Rijksgebouwendienst. En is sinds een jaar of 20 heeft hij een eigen architectenbureau. Krijgt van Defensie opdrachten voor herbestemming van de Willem van
herbestemming van kazernecomplexen. En goed, op een gegeven moment kom je dan met elkaar in aanmerking van, hey, wij willen ook herbestemmen. Wie heeft daarvoor expertise in huis? En als dat het geval is, ja, wat zijn nou voor ons de mogelijkheden om ook te kijken van wat past goed bij de leefomgeving van de buurt van de Willem de Zwijger? Ja, maar je had ook nog een derde gast. En de derde gast was Frans Suikerbuik. Frans Suikerbuik komt uit Bergen op Zoom, is ambtenaar volkshuisvesting. Die hebben we net gehad, ja. Ambtenaar volkshuisvesting. Ja, ik ben hem tegengekomen op de site. Had hij ideeën. En toen had ik op een gegeven moment het idee van, hey, wacht even. Misschien niet volledig, maar past zijn idee ook bij ons? Hoe zit dat? Hoe werkt dat? Dus ik heb gevraagd van, mag ik eens even met je komen praten? En toen kwam gewoon het hele idee naar buiten. We hadden net daarvoor een tweede presentatie van Alberto Kerkhoff gehad. Die met ideeën allemaal kwam aanzetten. Toen kwam ik bij hem. Bleek dat hij ook bij de gemeente Putten verleden jaar is geweest. Door de gemeente Putten was uitgenodigd om zijn idee eens te bedden te brengen. Dus op zich is dat natuurlijk heel aardig dat op de flanken van de Veluwe een comité en een gemeente bij eenzelfde persoon uitkomen. Niet dat het een totaal oplossing misschien zou zijn voor de probleem van huisvesting voor arbeidsmigranten. Maar misschien kunnen we wel ons voordeel ermee doen en kunnen we toch een stukje daarvan meepikken. Ja. Een informatieavond heb je gezegd. Maar eigenlijk tijdens je inleidend gesprek zei je informatieavond. Het heeft in de krant gestaan en dat was eigenlijk niet de bedoeling. Het was eigenlijk meer gericht voor de politiek. Wilde je eigenlijk geen buitenmensen van buiten erbij hebben? Nou, het was een informatieavond voor de politieke partijen. We waren uitgenodigd door een aantal partijen. Dus we hadden ook gezegd van, weet je wat, we nodigen de politieke partijen uit. Hoe vond je de opkomst? Die was boven verwachting, want voornamelijk stond hij op de site bij de lokale omroep. Maar er stond net niet bij dat het een uitnodiging hier in het dorpskantoor was, al ene dagen geleden. En heeft alleen zaterdag in de stentor gestaan. En we hebben afgelopen zaterdagavond bij de buurtbarbecue hebben gewoon tekst en uitleg gegeven. En gezegd van, nou, dit is het idee, dit is een voorlichting voor de politieke partijen. Dus al het rand wat erbij kwam, ja, is niet echt helemaal uit de buurt gekomen, maar dus ook vanuit Wezep en zelfs wat daarbuiten, mensen die geïnteresseerd waren in de kazernecomplexen. Dus ja, dat er toch zoveel mensen er nog van buiten dan komen, dat verbaasde me eigenlijk nog iets. Oké, je zegt, we hebben afgelopen zaterdag een buurtbarbecue gehouden. Dat is hartstikke leuk geweest natuurlijk. Het was een beetje mooi weer, of bewolkt weer, wie zal het zeggen. Mooi weer. Heb je toen een en ander verteld? Wat het dus allemaal, wat je hier ging vertellen en wat hier te sprake zou komen. En hoe wordt het gedragen door de buurt zelf? We hebben verteld, even uitgelegd, van informatie over de kazernecomplex. De technische invulling, dus door de eerste twee sprekers. En ook wat de derde spreker gaat doen. En daarna hoe we dan zien wat een mogelijke invulling kan zijn. Nou, door de buurt is heel duidelijk aangegeven. Gemeentehuis, dat zou voor ons een mooie locatie zijn als invulling. Maar ja, we hebben gezegd onderwijs en naar basisscholen. En iedereen had het wel een beetje over scholing, hoe het gaat. Maar de meesten hadden toch niet nagedacht over een basisschool. Ja, en toen dat naar voren kwam, ja, werd er gewoon luid geapplaudisseerd. Ja, het is eigenlijk van een buurtcomité, wat altijd teugen is, zeg maar. Ben je positief gaan meedenken van waar die omslag? Het buurtcomité was volgens mij niet echt tegen. Maar tegen. We hebben geprobeerd argumenten aan te geven waarom massale huisvesting op één locatie niet verstandig is. En daarvoor hebben we argumenten aangereikt. En ja, wij constateren dat dat best wel gedragen werd. Dat argumenten zijn die worden overgenomen. Maar dat wil niet zeggen dat je dan zegt van, jongens, die herbestemming die blijft. Maar het vraagstuk arbeidsmigranten, dat blijft ook staan. En hoe kunnen we daar een oplossing voor geven? Nou, we hebben heel duidelijk aangegeven van, als het probleem van massale huisvesting bij de Willem de Zwijgerkazerne weg is, wil niet zeggen dat wij zeggen van, nou, dan is het ons probleem niet meer. Want wij zijn ook een onderdeel van de samenleving. Dus we zullen mee blijven participeren met dit vraagstuk. Naar vermogen. Ja, nou heb je een rondje Wezep gedaan. Als afscheid, zeg maar. Dus aan de eindronde, zeg maar. Laatste rondetafel.
Wat denk je dat het over is gekomen bij de politici? Denk je nou dat ze dus wat mee zullen nemen naar de eerstvolgende vergadering, commissievergaderingen toe? Wat ik hoor is in ieder geval dat ze blij zijn met de informatie van de drie sprekers. Mijn informatie zal ongetwijfeld te belerend zijn overgekomen van hij gaat invullen. Ik heb ontzettend veel ideeën, dus ja, ik ben maar gaan schrappen om toch een beetje in tijdspassen te blijven. En goed gaandeweg zo'n presentatie merk je van ja, ik had een iets andere toon. Maar goed, dat is... Ze kennen me hopelijk genoeg nu dat ze zeggen van ja, wacht even, je bent enthousiast. Maar ja, wordt het opgepakt om de ideeën inderdaad ook om te zetten. Dus kunnen we naar naar een soort masterplan, zeg maar, kunnen gaan kijken van hoe kunnen we bepaalde dingen invullen met hele mooie en goede locaties die er gewoon in wezen voorhanden zijn. En met vragen die er gewoon leven vanuit de samenleving. Ja, wat is je vervolgtraject nu? Wederom horen. En ik hoop dat de fracties in gesprek blijven. En dat we gewoon ideeën kunnen blijven uitwisselen. Zodat we zowel met het vraagstuk van arbeidsmigranten, maar ook met een goede herbestemming van de Willem de Zwijger-kazerne tot een goed eind zullen naderen. En ik hoop dat de gemeente Oldebroek naar aanleiding van vanavond zal zeggen van hé, dat zijn toch aardige ideeën die we in onze overweging moeten gaan meenemen. Nou, het eerste idee is natuurlijk al, hè, dit is Erika Terpsterhal. Die is dus nu bijna eigendom van de gemeente. Die hebben ze aangekocht, dus het eerste begin hebben ze gedaan. Dus we wachten nu gewoon op het vervolg, toch? Ja, maar goed, het is maar één gedeelte van het complex. En ja, het mooiste is als het één groot terrein blijft, want dat geeft veel meer exposure. Ja. Je kan veel meer zaken regelen. Dus ja, maak er één mooi complex van. Ja. Je staat gewoon eigenlijk te trappelen. Als je geld had, had je het pand al lang gekocht, volgens mij. Klopt. Johan, ik wil je bedanken. En ik zou zeggen van heel veel succes bij het verdere voortgang van de Willem de Zwijger. En houd vinger aan de pols. Doen we. Dank je wel. Oké, bedankt.